We gaan vandaag kijken naar de reactiesnelheid S. En dit is het tweede filmpje over de reactiesnelheid S. We gaan hier, we hebben gekeken in het eerste filmpje wat de concentratie op de reactiesnelheid S doet. En we gaan in dit filmpje gaan we kijken wat het verband is tussen de concentratie van beginstoffen en die gemiddelde reactiesnelheid S. Dat verband tussen reactiesnelheid S en de concentratie van de beginstof, die wordt vaak experimenteel bepaald. We gaan dit probleem analyseren met twee voorbeelden. Ja. Het eerste voorbeeld staat hier. Dit is vaak een soort van tabel die je gegeven krijgt. Je ziet hier drie experimenten waarin we de beginstoffen NO, ja, stikstofmonoxide en chloorgas, hebben bepaald op een bepaald punt. Ja, we zien hier de concentraties. En we zien hier, ja, we zien hier de snelheid, de reactiesnelheid op T is 0 in mol per liter per seconde. Ja, al deze waarden zijn in mol, of mol per liter moet ik eigenlijk zeggen. Ja, want je ziet hier de vierkante haken. Het zijn de hoeveelheden en concentraties. En wat zien we? Ja, we zien hier verschillende waarden van die S op T0. Dus ik heb drie experimenten en uit die drie experimenten moet ik gaan kijken wat is nou het verband tussen die beginstofconcentratie en de gemiddelde reactiesnelheid S. Goed, we gaan eerst experiment 1 en 2 vergelijken. En wat zien we hier als we 1 en 2 vergelijken? Dan is de concentratie van het stikstofmonoxide, ja, dat blijft gelijk. Dus dat kan geen invloed hebben. Ja, maar het chloorgasconcentratie, die verdubbelt. En mijn reactiesnelheid, ja, die verdubbelt ook. Dus ik heb hier keer 2, levert mij een twee keer zo hoge reactiesnelheid op. Dus wat kan ik concluderen? Ja, de concentratie van mijn chloorgas is recht evenredig met de reactiesnelheid S. Ja, als die twee keer zo hoog wordt, wordt mijn reactiesnelheid S ook twee keer zo hoog. Dan gaan we de volgende vergelijking maken tussen experiment 2 en 3. En zo zie je dat het zaak is dat je de juiste waarden met elkaar vergelijkt. Daar kies ik 2 en 3, omdat hier mijn chloorgasconcentratie die blijft gelijk. En mijn stikstofmonoxideconcentratie die verdubbelt. Ik zie hier een verdubbeling in mijn concentratie stikstofmonoxide. Dit blijft gelijk. En wat zie ik? Ik zie hier een viervoudiging van mijn reactiesnelheid S. Dus hoe kom ik nou aan die 4? Nou, dat is 2 keer 2 of 2 in het kwadraat. Dus wat kan ik concluderen? Dat mijn beginstofconcentratie stikstofoxide heeft een kwadratisch verband met S. Dan kan ik, als ik dit samenpak, kan ik hier een formule voor opstellen waarmee ik de reactiesnelheid S uitdruk in de beginstofconcentraties van een bepaalde reactie, de reactie waar het hier over gaat. Nou, we hebben al gezegd, chloorgas is recht evenredig, dus als deze twee keer zo groot wordt, wordt mijn S ook twee keer zo groot. En deze was kwadratisch en je ziet hier, dus die twee concentraties, die zie je hier staan. Dat levert mijn S op en er is nog een correctiefactor, ja, een constante, ja, die hier met een K geschreven wordt, de reactiesnelheidsconstante, die bepaalt wat dan deze waarde wordt. Maar dat is een constante en die krijgen we gegeven of die kunnen we opzoeken. Goed, dus het is van belang dat die experimenten, dat als jij die zelf moet doen, dat je die goed uitkiest. Maar wat veel logischer is, dat we die experimenten krijgen. Ja, als we er maar 3 hebben, dan moeten we in dit geval dus steeds setjes van 2 kiezen. Maar het kan natuurlijk ook dat je meer experimenten krijgt en dat je naar de goede experimenten moet kijken om deze verbanden te vinden. Zorg dus altijd dat één van de twee, als je twee beginstoffen hebt, één van de twee hetzelfde blijft en dat je dus de andere varieert. Hè? Zoals je dat weet, wat een goede wetenschap, ja, doen we gaan maar met één variabele gaan we spelen en dan moest de rest van die variabelen moeten gelijk blijven. Ik heb ook een huiswerkopdracht voor je. Ik heb eenzelfde soort van opdracht. Wie weet kan je dit zelf doen. Verschillende stoffen, verschillende reactie. Ja, jodide concentratie, imin. Ja, en S2O8, 2-min concentratie. Je ziet hier wat waarden van ook weer 3 experimenten. Je ziet die 3 verschillende reactiesnelheden. En kan jij hier X en Y bepalen met behulp van deze tabel. Zoals altijd, ja, het antwoord staat in de comments. Ja, je kan me zo even op pauze zetten zodat je er zelf kan uitkomen. Probeer het zelf op te lossen voordat je in de comments kijkt. Ja, wie weet helpt een van mijn andere filmpjes. En heel veel succes weer.